Wie had dat ooit gedacht? Dat kandidaten 3 testen op een rij een vrijstelling in hun zak zouden halen. In het verleden werd er nog grof geld geboden voor een vrijstelling. Maar nu lijkt het erop alsof de kandidaten denken dat ze de mol al in het vizier hebben. Of hebben ze last van tunnelvisie? En we gaan het niet over die 5000 euro hebben, jongens.
Nou, daarover gesproken. Nou, ik ben wel punt op jou. Ik heb mij wel punten gekost, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Ben jullie ook jongens punten gekost? Ja. Daar kan je ook niks in doen eigenlijk. Glenn, ga lekker achterin zitten, hoor ik dat zo snappen. Hoe is dit? Ja, goed. Ja, nou, dit zijn ze dan, die hebben zijn mams naar eigen gekeken. Leuk, hè? Ja. Het ziet er leuk uit vandaag, het is gezellig. Ja, wat zie je er prachtig uit aan nog? Ja, dat was een beetje idee, hè? Ja? Ja, hoe vind je het eruit zien uit? Wat, had je nog meer vragen? 159 euro, dit shirtje. Eerlijk, hij zegt er niks over. 12 staan. Dag lievertjes. Nee, het was gewoon een fijn verhaal. Ik ben heel blij. Ik heb een vraag voor Welmoed. Die komt van Amber van de Graaf, ze is 14 jaar. Wat zou jouw ideale Lieve Mol-land zijn? Waar je eventueel voor een All-Stars seizoen aan mee zou kunnen. Oh, voor een All-Stars seizoen. Jij hebt jezelf al heel vaak opgegeven. Ik zit tegen voor iedereen te zeggen, hallo, mag ik mee met het All-Stars seizoen? Mag ik mee met het All-Stars seizoen? Ja. Een goed land. Iets met sneeuw lijkt me wel leuk. Ja. Ja, dus waar jij woont? Schotland, Zweden, Nederland. Al bijna. En veel mensen vonden jou verdacht. Hoe kijk je daar zelf op terug? Ja, ik snap daar helemaal niks van. Nee, hoe kan je mij nou verdacht vinden? Ja, de mol die steelt toch geen jokers? Nee. Nou ja. Jawel? Nou ja. Ik heb een vraag van Hila. Corinna Kroon, die is 20 jaar en die vraagt zich af, hoe was het in het hotel met alle afvallers? Heel gezellig. Okay. Ja, dat was echt. Ze zitten er nu ook allemaal bij, dus ik kan ook niet slechts over ze zeggen. Maar nee, het was vooral de eerste dagen en dan probeer je nog een beetje bij te komen. Maar naarmate de tijd vordert, dan kom je erachter van, goh, het is hier eigenlijk heel erg gezellig en ik hoef niet zoveel te doen. Nee. En we hadden af en toe een uitje, dan mochten we eventjes naar de wijn gaan. Of dan mochten we met een bootje een keertje de middagje rond. Dan mochten de kids op excursie. Maar dat was echt heel erg leuk en gezellig. Heel mooi. En een meer gevraagd zich af, hoe voelde het om vertrouwd te worden door een groep omdat je de pot kreeg? Daar denk je niet echt per se over na dan. Je hebt dan gewoon een post. En dan denk je ook wel eens, daar heb ik even wat extra tijd om naar het geld te kijken. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Ik lees maar even letterlijk voorstaan. Yo, bro. Heb jij die vrijstelling nog in je schoen zitten, joh? Maar ik heb hem zitten in de schoen waarmee ik het spel uitging. Dat zijn niet deze patta, maar dat is dus. Ik heb hem wel nog steeds in die schoen zitten. Sterker nog, als ik die vrijstelling eruit haal, dan zie je in het rubber van de schoenzool zie je nog het rondje van de vrijstelling. Omdat ik er zoveel op heb gelopen. Het is ook heel gek om elke stap in het spel te voelen van ik zit nog steeds en dan toch eruit te vallen. Ga je het verkopen ooit? Of wat ga je ermee doen? Hij staat nu op Marktplaats. Oh, is de Marktplaats. Nee, ik ga hem niet verkopen, denk ik. Tenminste, ik kan nu nog gewoon mijn rekeningen betalen. Dus ik vraag het opnieuw als ik in de problemen zit. Even volgende week kijken. Ja. Laatste vraag, mensen, want dan moeten we er helaas van door. Ja, jammer hè. Maar ik ga hem toch stellen aan Kimberly-Ann. Want dat wil ik namelijk ook weten, dit. Hij komt van Marit Hoerman. Hoekman, denk ik. 11 jaar. Sorry. Nee, dat is niet waar. Maar waarom, Kimberly-Ann? Ja, ik wil het nog. Waarom ga je jezelf in godsnaam insmeren? Met modder. Raar wijs, dat staat er ook achter. Ben je niet helemaal lekker? Ja, kijk. Ja, nee. Ik ben iemand die ook gewoon wil genieten van het moment, weet je. En wij... Ja, raar wijs, staat eruit. Kijk, wij werden allemaal in aparte bootjes naar aparte stukjes moeras gebracht, zullen we maar zeggen. Nou, dat heb ik gezien. Ja, nou, maar ik leg het even uit. Want in dat bootje zit een Albanese schipper. En die zegt tegen mij, voordat we daar naartoe gingen... Je moet jezelf lekker in. En die zei wel, you know, tourists come from all over the world to feel this mud. It's yes. Very special. En ik heb dat gewoon opgeslagen. Ik dacht, nou, ik heb daar ook interesse voor. Why? Omdat, ja, ik ben met de beauty dingen bezig. Ah, en dat vind ik leuk. Ben een vrouw, hou daarvan. Oh, ja. Stel nou eens, ja.
kent mijn opa wel. En tussendoor heb ik heel lang zitten wachten. God, Sanne, wat een lang antwoord. Raar wijf. Dit was het. Geef ze nog één keer applaus. De mensen met de microfoon, die kunnen nu naar de ruimte gaan die ze hebben gekregen. En dan wacht daar iemand.